op zo'n korte termijn kon dat u hier bent met zo'n grote getale. Ja, we zullen ongetwijfeld niet alle bewoners hebben kunnen bereiken om het op dit moment te zijn. We lopen zo vol. We moeten of de mensen in de bus laten slapen of ze komen naar Utrecht. Wij hadden in het college al wel de afstemming gedaan dat wij voor die noodopvang zouden gaan zorgen. Dus we waren heel erg blij dat het COA en de jaarbus daar ook met heel veel energie en kracht het voor elkaar hebben gekregen om ook een bed te organiseren voor die 200 mensen die er ook daadwerkelijk kwamen. Ja. Natuurlijk, ik had natuurlijk u als bewoners met name ook veel eerder willen informeren, maar dat is ons niet gelukt. Wij waren al langer bezig vanuit Utrecht om na te denken over de opvang, de noodopvang voor wat langere periode in Utrecht. Maar dan bijvoorbeeld wat kleinschaliger. Daar was ik ook met COA over in gesprek dat dat ook tot de mogelijkheden zou gaan behoren. Wij blijven daar ook mee doorgaan, want dit is een tijdelijke oplossing. De jaarbus heeft aangegeven tot 24 oktober gaan we dit doen. Want daarna zijn er ook allerlei andere activiteiten te organiseren. Dit was echt een acute noodzaak. En we zien dat op veel meer plekken gebeuren. Hè? Amsterdam 1500. Dus we kunnen nu lezen dat Nijmegen gevraagd wordt om 3000 mensen te plaatsen. Dat worden tentenkampen. Dat is toch heel iets anders dan hier op de 7e verdieping, moet ik zeggen. Maar goed, u als bewoners, ik hoop toch ook dat ik bij u onder de aandacht kan brengen dat het een acute situatie was. Mensen met schrijnende situatie, die hebben langdurig, zijn ze op reis geweest, komen uit oorlogsgebieden. En ja, we zien het allemaal op het journaal al weken, dat dit mogelijk dus ook betekent dat wij ook als Utrecht opvang bieden. Het COA die geeft aan dat er zeker wel 4000 mensen komen deze week. Daarvoor waren het 3100, dus ja, de noodzaak is gewoon hoog geweest. Nou, wij willen dus geen mensen op straat laten staan. Dat heeft Utrecht steeds gezegd, dat doen we niet. Dus wij zijn een mensenrechtenstad en wij zien ook in de stad heel veel initiatieven van mensen die daar ook voor gaan. En ik zie het nu ook wel dat er heel veel mensen zijn die vanuit de vrijwillige betrokkenheid nu ook aanwezig zijn, dat is hartverwarmend, moet ik zeggen. We hebben inmiddels afspraken zijn we aan het maken met een groep die zegt wij willen wel coördinerend aan de slag. Deze dames hebben dat aangegeven. Tussen COA en iedereen die zich aanbiedt voor vrijwilligerswerk. Vluchtelingenwerk heeft ook een mogelijkheid, daar kunnen we zo meteen ook nog even iets over zeggen. Maar er worden veel mensen zijn nu in de benen die zeggen wij willen wat doen, maar het moet ook gecoördineerd gebeuren. Ik zal meteen ook zeggen dat deze mensen ook wel heel even behoefte hebben aan rust. Hè? Niet in de zin van voor altijd, maar heel even rust. Want het is erg hectisch voor hen geweest de afgelopen tijd. Nou ja, ik wil de jaarbus, maar ik klapte er net al voor, heel erg complimenteren voor het feit dat ze zich zo inzetten als een maatschappelijk betrokken organisatie. Dat waarderen we heel zeer. En dat is niet alleen de jaarbus, maar ook de brandweer heeft meegeholpen en de politie om dit allemaal goed te regelen. Want we willen natuurlijk dat de veiligheid ook gegarandeerd is voor mensen die hier in de ruimte opgevangen worden op dit moment. Nou ja, het hele avond staat in het teken van je informeren. Ik ben hier aanwezig als u vragen heeft, ook richting het college. Ik ben daar om ze die te beantwoorden. Fijn dat ik hier even mag staan. Fijn dat ik wat mag vertellen. Ik sluit me geheel aan bij de wethouder. Ook wij als COA zouden het heel graag anders hebben gedaan. Het is onze gewoonte om echt vooraf mensen te informeren. Gelegenheid om vragen te stellen, te stellen aan ons, om dit gewoon wat zorgvuldiger en correcter en meer uitgezet in de tijd te doen. Ik hoef niet uit te leggen, de beelden op tv spreken voor zich, dat is voor ons de dagelijkse realiteit. Mijn collega's in Ter Apel, het aanmeldcentrum, waar ook de groep vandaan komt die nu al in de jaarbeurs is, hebben hier dagelijks mee te maken, honderden mensen die zich daar aanmelden. Regelmatig komt het voor de mensen gewoon op de stoel de nacht moeten doorbrengen omdat er geen bed beschikbaar is. De bussen rijden op dit moment echt een beetje daarna het land in. Heel ingewikkeld, heel moeilijk, maar we zijn dus overal op zoek
naar tijdelijke dan wel structurele opvang. We zijn ontzettend blij, we zaten gisteren echt ontzettend omhoog. Er zaten nog zoveel mensen in Ter Apel die ook heel graag een bed wilden voor die nacht. We waren in gesprek met de jaarbeurs, eigenlijk nog maar heel kort. Aan het eind van de middag hebben we gezegd, goh, mogen er toch al mensen komen. Dat was echt niet de bedoeling. We hadden eind van de week willen instromen, als de bedden er al zouden staan. Ik kan het verder staan of niet, maar mensen hebben wel gewoon een matras. En ze hebben beddengoed, ze hebben dekens, lakens, kussens. Ze hebben gewoon een plek onder de dekens, gewoon wat warmer dan dat je ergens... in afwachting bent van vertrek naar een locatie. Ik zal kort vertellen wat nu de stand van zaken is. Gisteren is natuurlijk heel veel overleg gedaan, ingericht, heel veel contact met de jaarbeurs, waar we heel erg goed mee samenwerken. Er is heel veel overleg, hoe kunnen we het goed doen voor deze groep, hoe kunnen we het snel doen. Gisteren, eind van de middag, hebben we inderdaad aan de jaarbeurs mensen gevraagd, mogen we al komen met 200 mensen. Die zijn inderdaad gisteravond ingestroomd. We hadden niet zoveel COA-medewerkers, want die zaten in Arnhem, wat vandaag open gaat. Dat hebben we dus echt niet, daarom merk je ook, we hadden al onze extra mensen naar Arnhem laten gaan. En dit kwam tussendoor, omdat we nog te veel mensen hadden. En dan hebben we nog een locatie in Apeldoorn, dat is allemaal wat dichterbij, Halle, die op dit moment niet op uit zijn. De COA-medewerkers zijn naartoe gegaan en samen met de medewerkers van de jaarbeurs hebben ervoor gezorgd. Dat s'avonds om een uur of één het licht uitging en 200 mensen in bed lagen. Vandaag zijn we het verder gaan opbouwen, overleggen. Hoe gaan we dit doen? Er komt best heel erg veel bij kijken. De gedachte was dat we het morgen zouden verder kunnen met de instroom. Ik moet vertellen, er komen vanavond opnieuw bussen. En ik verwacht tussen de 100 en de 200 mensen opnieuw. De hal heeft een capaciteit van 500 bedden en die gaan we allemaal gebruiken. Deze groep mensen betreft die we nu in huis hebben, maar die ik ook vanavond en de komende dagen verwacht, dat is eigenlijk hoofdzakelijk zijn het Syriërs. Er zijn ook een aantal Eritreërs, wat Afghanen, Irakezen, maar echt de hoofdmoot is Syrië. Deze mensen blijven kort hier, althans, dat is onze intentie. Deze mensen zitten echt helemaal vooraan de procedure. Wij moeten dus het hele IND-traject nog krijgen. Het verder inschrijven, het asielverhaal horen. Daarvoor gaan zij terug naar de Apel. IND is op dit moment, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, is op dit moment bezig om extra mensen op te leiden. Dat duurt nog een aantal weken voordat het helemaal klaar staat. De capaciteit op dit moment is 80, 85 bewoners, vluchtelingen per dag. Dat neemt nogal wat tijd als je goed ook naar mensen wil luisteren. Dat heeft gedegen en zorgvuldig moet doen. Dat betekent wel dat deze mensen dus binnen afzienbare tijd op terug gaan naar Ter Apel. Daar gaan zij de gesprekken in. Vervolgens komen zij in het traject proces opvanglocatie. Ik ga het niet allemaal uitleggen, maar dat zijn dan allerlei stappen in de procedure. En uiteindelijk komen deze mensen in een reguliere AZC terecht. Wat kan ik nog meer over vertellen? Het zijn allemaal mannen. We hadden per buis twee kinderen in de groep gisteravond. En vandaag gezorgd dat die gewoon een plek krijgen in een AZC met gezinnen. Dat willen we hier niet. Tot nu toe zijn het alleen mannen en ik ga er ook vanuit dat dat voorlopig zo blijft. Veel mensen komen alleen, mannen komen alleen, vragen dan. Daarna ook, dat is ook wat in de hoofden enorm zit, niet alleen dat waar ze vandaan komen, de situatie van vrienden, maar word ik weer herenigd met mijn partner, met mijn kinderen. Maar dat zijn allemaal zaken die later meer vorm gaan krijgen. Ik denk voor nu. Over de groep mensen die er is. Wij gaan verder instromen. Ik denk met een paar dagen dat we inderdaad op 500 bewoners zitten. Mensen eten in een pand. Mensen hebben geen geld, maar mensen worden geheel voorzien. Zij eten in de jaarbeurs, ontbijt, de lunch, avondeten. Alles krijgt ze in natura aan.
spelmateriaal, wat sportmateriaal. We hebben daar niet heel veel extra ruimte voor, maar misschien is het buiten de locatie hier nog wat mogelijk. Ik heb begrepen dat er vlak bij het gebouw ook nog ruimte is om wat zitjes te plaatsen voor mensen die inderdaad een sigaretje willen roken. Dat is ook altijd heel erg prettig dat ze daar een plekje voor krijgen. Dus dat is een picknickbank neer te zetten. En verder gaan we kijken wat er mogelijk is. Mensen zijn op dit moment heel erg moe. We krijgen al heel veel vragen, ook bij de jaarbeurs en bij de gemeente. Kunnen we wat doen? Kunnen we wat betekenen? Wij zien echt dat deze mensen voorlopig alleen maar rust nodig hebben. En ik denk dat dat ook nog wel een paar dagen gaat duren. Maar goed, ik wil niet zeggen dat we niet heel blij zijn met alle enthousiaste reacties die al binnenkomen. En dat we zeker gaan kijken, ook als we uit die eerste drukte zijn, wat we daar mee kunnen. En misschien niet alleen voor deze bewoners, maar ook voor de mensen in het asielzoekerscentrum, wat natuurlijk ook in de stad Utrecht. Of wellicht andere vluchtelingen in de omgeving, als het enthousiasme heel erg groot is. Ik weet niet, u wil wat vragen, maar ik weet niet of daar nu de gelegenheid voor is. Ik stel voor dat, dankjewel Jetsen, ja, voor je heldere verhaal. Ik stel voor dat we even nog naar de politie luisteren. Er is mij wat gevraagd om iets te zeggen over veiligheid. Veiligheid in het gebied. En dat is verdomd lastig op dit moment. Want ik zei ook al eerder, van, ja, hoe ziet ons veiligheidsvraagstuk eruit nu? Wat komt er op ons af? Het is voor ons allemaal nieuw. Dus de komende tijd zal dat steeds beter en duidelijker worden. En dan kan je er echt een presentatie over geven. Kijk, ons veiligheidsvraagstuk nu is gericht op binnen en buiten. Natuurlijk binnen als het gaat om de partners die er zijn, die we zoveel mogelijk helpen. En die zoveel mogelijk vragen die ze hebben, om die te beantwoorden. Daar hebben we mijn collega van Duivenbode ook voor de komende weken, die daarvoor steeds een aanspreekpunt is. Dus de signalen die binnen worden opgevangen, die kunnen we buiten vertalen. En natuurlijk zijn we buiten verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En daar ligt ons accent, nergens anders. En ik ga jullie ook geen onveiligheidsgevoel aanpraten. Er is op dit moment niet iets wat wij moeten benoemen op het gebied van veiligheid. Het is vers. Deze mensen die hier nu zijn, die hebben hulp nodig. En die komen hier niet op dit moment om criminaliteit te plegen, et cetera. Maar de aanwezigheid van een grote groep, dat is ook belangrijk, kan natuurlijk wel betekenen dat er in die directe omgeving een gevoel van onveiligheid ontstaan. Nou, daar ben ik straks reuze benieuwd naar, en de wethouder zei het er straks ook al, van wat komt er met name vanuit u naar voren. Dat zal uiteindelijk het veiligheidsvraagstuk ontwikkelen. Dan weten we ook waar wij ons op moeten gaan focussen uiteindelijk. Maar natuurlijk hebben we wel wat gedaan op voorhand. Dat betekent dat bijvoorbeeld de wijkagenten, we hebben twee wijkagenten hier in het gebied, die zijn nadrukkelijk gepositioneerd. Dat zijn ze al in het stationsgebied. En die zullen ook, en ook in de jaarbeurs, die zullen ook ten aanzien van dit probleem nadrukkelijk gepositioneerd zijn en blijven. Wat er niet komt, is op dit moment extra toezicht. Nergens voor nodig. Het komt vanzelf op het moment dat het noodzakelijk is, maar op dit moment is het nergens voor nodig. Dat wil ik echt benadrukken. Niet dat jullie denken van, nou, er komt een enorme macht aan politiemensen binnen. Zeker niet. We zijn er wel. Maar we zijn ook breed inzetbaar. Stationsgebied, et cetera. Wijkproblematiek blijft allemaal bestaan. Dat komt er niet. De incidentafhandeling. We hebben de mensen die zijn gepositioneerd om 112 meldingen uiteindelijk uit te voeren. Daar hebben we hele duidelijke afspraken mee gemaakt. Ook met de beveiliging van COA. Op het moment dat er wat is, ontmoeten we elkaar en kunnen we optreden. Of kunnen we een aantal zaken die gesimuleerd zijn, kunnen we advies op geven. Dus die contacten zijn er en die blijven er ook daadwerkelijk. Dus 112 meldingen, 0900 meldingen, die allemaal hierop betrekking hebben, die worden gewoon uitgevoerd zoals we die eigenlijk altijd uitvoeren. En daar kunt u gerust op zijn als bewoners of ondernemers, dat het niet anders is. De veiligheid, dat betekent incidenten in zijn totaliteit, dat blijft heel nadrukkelijk gemonitord worden. Natuurlijk, we zullen niet blind zijn van alles wat om ons heen is. Dus een aantal zaken die er zijn, zullen heel specifiek de focus op leggen. Dat is feitelijk eventjes het belangrijkste op dit moment. Dat zijn even de eerste dingen die we nu neergelegd hebben. En zometeen ben ik van overtuigd dat u een aantal vragen ook aan de politie zal hebben. Die zullen wij beantwoorden zover we kunnen.
of we zullen ze meenemen om ze uiteindelijk te ontwikkelen. Dus dat even tot zover. Kunt u ook uw naam zeggen, mevrouw? Ja, ik ben Greet Haken en ik vraag eigenlijk aan die mevrouw van de COA van deze mensen die er nu zijn, blijven die dan tot 24 oktober? Of gaan die weer na twee weken weg en komen de nieuwe mensen? Hoe is dat? Weten of elke nieuwe mensen komen. Blijven dezelfde mensen of komen er nieuwe? Is er in- en uitstroom, is de vraag. En wat aan? Meneer? Er zal wel wat gewisseld worden, ja. Want zodra er plek is bij de IND, maar er zitten nu echt op meerdere locaties in het land mensen die in deze fase van de procedure zitten, dus echt helemaal aan het begin. Maar zodra de immigratie- en naturalisatiedienst ruimte heeft, gaan mensen inderdaad naar de aanvoer. Ja. Maar ik kan op dit moment niet zeggen wat de periode is dat zij hier zullen verblijven. Nee. En er is ook niet te zeggen om hoeveel mensen het dan zal gaan, circa? Nee. Okay. Er staat op 11 oktober een mars tegen vluchtelingen van Pegida Nederland, gepland vanaf de Neude. Is daar toestemming voor gegeven, wethouder? En hoe kijkt de politie daar tegenaan? En moeten we nu van alles organiseren dat die mensen zich nog wel welkom voelen? Want ik ben gewoon heel blij hoe Utrecht reageert, maar ik wil dat graag dat ook blijft tijdens zo'n 11 oktober. En hoe noemt u dat op 11 oktober? Pegida Nederland. Het staat op hun Facebook en dat is PVV-achtig wat in Duitsland, bij Dortmund, Oost-Duitsland en zo, de mars tegen vluchtelingen vanaf de Neude. Wethouder, weet u daarvan? En ook zeer politie. Nou, ik had er wat gezegd. Ja, hij is bekend. 11 oktober, Pegida. Dus niet specifiek tegen vluchtelingen, maar het gaat met name ook over. Sorry? Ja, ik kan erop staan, maar het is niet zo. Het is niet specifiek vluchtelingen. Het gaat om de islam. Daar gaat het uiteindelijk tegen. Dus wij zijn daarin op voorbereid, et cetera. Maar als het gaat om vluchtelingen, nee. Islam, ja. En dat zou, ja, ik weet niet of daar contra-demo's op komen, et cetera, maar we zijn in op alles voorbereid. Dus wij zijn op de hoogte. En ook de gemeente, die zijn uiteraard gepositioneerd. Ja, maar die gemeente zit er ook bij, de politie, de gemeente en alle partijen die we nodig hebben. Volgende antwoord, ik zie ja, daar willen we niet blij mee, maar... Ja, die demo komt er. Ik zie hier mevrouw. Dit was mij niet bekend. Dat vind ik eerlijk gezegd beangstigender dan het feit dat hier deze mensen worden opgevangen. De vraag ligt ook bij de politie, waar ligt de grens? Hoe ver kunnen deze mensen gaan in dit soort demonstraties? Misschien is het handig als ik even hierop reageer. De bevoegdheid om een demonstratie toe te staan is een bevoegdheid van de burgemeester. En als het op grond van zijn overwegingen, en dat weegt hij af met de mensen van de politie, betekent dit dus vrijheid van meningsuiting, dan is er geen reden om dit te tegenhouden. Ik neem niet weg dat de politie natuurlijk zich heel erg voorbereidt op wat dit dan betekent. En daar dus ook maatregelen op neemt. Ja, er vinden ook voorbereidende handelingen plaats, hè? Dus ook met de gemeente en met belanghebbenden en met de organisatoren, et cetera. Dus op basis daarvan komen we met een goed advies voor de gemeente. Oké, ik denk dat dit punt voldoende behandeld is. Meneer hier. Ik ben Moulin, ik ben Stekenburg, vanavond zit hier op de Parlement Beter Kantoor houdend. Veiligheidskwesties. Ik begrijp voor het COA dat mensen op dit moment eigenlijk onbekend zijn boven aanwezig zijn. Geen naam. Geen vingerafdrukken, geen idee bewijzen. Dat zou allemaal niet bekend moeten zijn bij de instanties. Wat ik mij eigenlijk zo afvraag, weten we hier boven hebben zitten, wat voor risico's zit eraan verbonden? Gaan we kijken naar de media, wordt er gesproken over dat er minimaal 2% mensen met IS-achtergronden deze kant op kunnen komen. En we weten niet wat hierboven zit. Ik zou het heel prettig vinden als ook de politie bijvoorbeeld een kleine voorregistratie doet. In ieder geval een foto van de persoon die hierboven zit en wat vingerafdrukken en dat soort basisdingen. En niet alleen voor onze veiligheid, maar ook als er spreekwoordig iemand onder een bus terechtkomt of onder een tram en we weten niet wie hij of zij is. Is er informatie over de mensen die hier zitten, namen en et cetera? Kunt u daar iets over zeggen? De informatie is inderdaad summier en het heeft alles te maken met de
enorme groepen die nu binnenkomen. En ook wel onze gedrevenheid om deze mensen zo snel mogelijk uitgebreider te laten registreren. Ze zijn wel allemaal via de APO binnengekomen. Dus het is niet zo dat je niets van ze weet. Ze hebben de namen en geboortedatum, maar daar houdt het toch mee op. Gaat op de foto's staan. Komt er ook nog een vervolgtraject dan? Die mensen zijn hier, u heeft hun namen. Gebeurt daarna nog iets aan de registratie? Nee, dat gebeurt pas in de avond. Ja. Maar dat komt echt omdat de toestroom op dit moment te groot is. Ja. U heeft het punt duidelijk gemaakt. Andere vragen? Ik ben Thijs Spekker, ik ben een freelance journalist, normaal gesproken in Turkije. Veel van deze mensen die nu aankomen, heb ik zien vertrekken aan de Turkse kust. Dat allereerst. Dus ben ik best wel trots dat Utrecht zo positief reageert en mensen zo binnenlaat. Ik heb eigenlijk een vraag wat meer op de jaarbeurs zelf toekomt. Voor velen zal het een cultuurshock zijn, niet alleen qua temperatuur natuurlijk in Nederland. En ik zie dat op 24 september bijvoorbeeld de Kama Sutra beurs wordt georganiseerd. wordt daar iets in aangepast? Bijvoorbeeld, er zijn ook vaak nachtelange house-concerten bij de jaarbeurs. Wat wordt ermee gedaan? Die mensen krijgen ze rust? De vraag is duidelijk. Wordt de programmering in de jaarbeurs aangepast op de mensen die hier zijn? Is er iemand van de jaarbeurs? Ja. Kunt u daar een antwoord op geven? Dank voor het compliment, ten eerste. Wij hebben dus gewoon zelf als jaarbeurs gewoon eigenlijk heel erg snel moeten handelen gisteren. De eerste telefoon kwam gisterochtend om 9:30 binnen. En we hebben met heel veel mensen dus gewoon alles aan gedaan om te zorgen dat oorspronkelijk morgen pas mensen hier zouden komen. Dus we zaten gisteravond gewoon letterlijk hier op de stoep. Ik ben blij dat we zo snel hebben kunnen handelen. Wij gaan niet... Ja, ik ben ook zelf heel erg trots op ons bedrijf. Ik wil gewoon hierbij zeggen, wij zijn niet van plan om onze programmering aan te passen. We hebben, om deze mensen dus gewoon zo lang mogelijk hier te kunnen onderdak bieden, al deels gewoon eigenlijk heel veel moeten regelen om klanten van ons gewoon eigenlijk in Gambus te huisvesten. We doen echt ons beste om ons steentje bij te dragen. Dat gaan we blijven doen. Maar de programmering die gepland staat voor dit najaar, gaan we dus gewoon niet aanpassen. Helder, programmering blijft hetzelfde. Ik heb een vraag aan wethouder Jongerius. Want de verwachting was dat vluchtelingen pas deze donderdag zouden komen. Toen werd er gebeld dat ze ontzettend omhoog zaten en dat ze eerder kwamen. Maar u kunt natuurlijk verwachten dat volgende week het weer omhoog zit en er nog meer vluchtelingen komen. Heeft Utrecht plek voor nog meer vluchtelingen? Dankjewel voor de vraag. Wordt er rekening gehouden met extra mensen die gaan komen? Wij waren natuurlijk al langer bezig om ons voor te bereiden op dat er noodopvang nodig was. Wat ik net al zei, ik hoopte dat in wat kleinschalige organisaties te doen. Daarover gaan we gewoon door. Dat gaan we gewoon verder organiseren. Want dit is tijdelijk. Dit is tot 24 oktober. Daarnaast is Utrecht altijd in overleg ook met COA om te kijken naar een tweede AZC. En dat zijn mensen die al via ter Apel alles geregistreerd en uiteindelijk in een asielzoekcentrum kunnen komen. Dat zijn de acties die wij nu hebben lopen en daar gaan we op mee doen. En dat betekent voor de noodopvang? Ik denk dat wij met de opvang die we nu regelen hier met 500 mensen op dit moment, dat we daar aan Utrecht heel goed laten zien wat wij doen en waar we voor staan. En ik zie gelukkig dat er in de rest van het land ook mensen opstaan om dit soort acties te ondernemen. En wat ik net zei. En ik ga er nu vanuit dat dat op veel plekken met de datum toe leidt dat de aantallen die nu naar Nederland komen dat opgevangen kunnen worden. Maar ja, wij kunnen allemaal niet kijken in de verre toekomst. Tot zover. Dus als ik het goed begrijp, bent u nu niet op zoek naar andere plekken voor noodopvang? Wij zijn nu bezig om noodopvang te regelen in een wat kleinere omvang. Maar dat gaat gewoon door. Ja.
Mijn naam is Mirjam en mijn vraag is, is er behoefte aan vrijwilligers die Arabisch spreken, lezen en zo ja, waar kunnen ze terecht? Een aanbod, hoor ik hierin. Ja. Bij wie kan ik die vraag het beste kwijt? Bij het COA denk ik of bij het ja? Vrijwilligers die Arabisch spreken. Wij hebben wel wat medewerkers die ook Arabisch spreken. Dus vanuit het gemeentehuis is er vanmiddag ook wat aanbod gedaan. Er zijn wat medewerkers van het gemeentehuis die ook Arabisch spreken. Op zich is aanbod heel welkom. Alleen wij moeten daar echt de komende dagen nog even voor nemen van goh, wat is echt handig, wat is op korte termijn inzetbaar. Het is natuurlijk één grote hal waar mensen in verblijven, waar ze slapen en een ander gedeelte waar ze kunnen zitten en eten. Dus ik zie ook niet direct voor me dat daar ook nog heel veel vrijwilligers rondlopen. Als ik denk aan aanbod voor bijvoorbeeld activiteiten of vrijwilligerswerk, dan zie ik dat meer voor me dat mensen inderdaad hier mee naar buiten genomen worden. Georganiseerd wordt waarvoor ze uitgenodigd worden. Dus het aanbod mag zeker gemaild worden. Dat is wel helemaal heel erg prettig. Er zijn twee enthousiaste dames uit Utrecht. Volgens mij hebben een Facebook-pagina opgericht. Welkom in Utrecht. Hartstikke leuk. We kunnen allebei ideeën, aanbod, activiteiten vandaag aangemeld worden. Sprongetje maken over het brengen van goederen. Wij zijn al wel aangeklampt door een aantal bewoners die zeggen van het is hier wel een beetje koud. En dichte schoenen zou ook wel handig zijn. Dat is heel direct iets wat wij kunnen gebruiken. We hebben contact daarop gelegd met het Rode Kruis. Ze hebben op een aantal punten in Nederland een welkomwinkel, ik weet niet precies hoe dat heet. En die gaat er ook komen in Utrecht. Heel korte termijn, dat start namelijk morgenmiddag. Die winkel zit op de Koningsweg. Ik weet alleen dat ze morgen vanaf 1:30 open zijn, maar ik weet niet of dat in alle dagen is, dat had ik geen tijd meer voor om dat na te bellen. Maar aanbod van warme kleding in het bijzonder is daar wel, ja, dat is gewoon heel erg welkom en kunnen wij ook kijken door onze bewoners wat er nodig is. Ja, ik wil deze misschien nog iets breder, want er is ook een mevrouw van Vluchtelingenwerk. Ik weet niet of dat we toevoegen. Ja, dat kan ik wel toevoegen dat wij ook samenwerken als het goed is met de Facebookpagina. En als mensen ook belang hebben om vrijwilligerswerk te gaan doen of initiatieven hebben voor vluchtelingenwerk, kan dat ook naar vluchtelingenwerk gemaild worden. En we hebben ook een website Vluchtelingenwerk Midden Nederland en daar staan ook alle gegevens op. En u bent zo meteen ook nog hier voor direct contact. En dan even naar de dames van Facebookpagina. Misschien kunnen jullie vertellen hoe die heet en wat op te vinden is. Die Facebookpagina, even staan, sorry. Die Facebookpagina heet inderdaad Welkom in Utrecht. Die bestaat sinds vanochtend. En iedereen kan daar uiteraard lid van worden. Het idee was dat er zijn heel veel mensen die willen iets. Er zijn ook al wat initiatieven. En het leek ons, we zijn nu met z'n tweeën hier, maar we zijn een groepje van 4, 5. Om dat te bundelen, zodat je kan aangeven wat voor initiatieven er al zijn, waarvoor mensen er gezocht worden, zodat er niet dingen dubbel gedaan worden aan de ene kant, maar aan de andere kant, zodat er ook niet een gat ontstaat, terwijl mensen zich juist zo bereidwillig zijn om iets te doen. Dank voor het verhaal. En ja, kijk. De Facebookpagina staat er, het Rode Kruis staat genoemd en het belangrijkste misschien wel om daar allemaal terug te vinden staat utrecht.nl/asielzoekers. En daar kunt u alle informatie ook na deze avond nog nakijken. Ik zie nog best heel veel vragen. Ik ga even deze meneer. Ja, het antwoord van die mevrouw van het COA valt me eigenlijk een beetje tegen. Want er wordt een fantastisch aanbod gedaan. Iemand die Arabisch spreekt en dat houdt ze eigenlijk af. Ik heb van de week
een paar keer gemaild naar, ik weet niet welke organisatie, dat ik wel klasassistent wil worden in Nieuwegein of iets. Ik ben oud-leraar Nederlands. En ik krijg niet eens een reactie. En, ja, en dat wil ik graag iets doen. En dan loopt dat zo op deze manier dood. Ik vind dat een beetje een slappe reactie. Dit zijn fantastische initiatieven. En die lopen zo dood. Nou, wat ik hoor is dat iedereen het inderdaad fantastische initiatieven vindt. Maar dat het ook nog even zoeken is hoe de afstemming moet, waar het binnen kan komen. Dat het zeker op prijs gesteld wordt. Maar dat COA nu op het moment ook een beetje overloopt met alle... Nou, letterlijk overloop die er is. Ik neem aan dat u vraagt zo meteen ook zeker door het COA. Kijk even daarheen. Ja, u kunt daar zo even terecht. Ja? Dank u wel. Ja, ik ben Tess Heerschop van de Telegraaf. En ik heb inderdaad ook een vraag hierover. Want ik merk nu van... Nou bent u van de Telegraaf en ik stel voor dat mensen van de pers, dat die straks even naar de perswoordvoering gaan. Ik wil juist vooral ook bewoners in de gelegenheid stellen om hier met hun vragen te komen. Ja. Ja. Zo begon je niet, hè? Ja, maar ik wil toch even zeggen, van, ik vind het een heel goed initiatief van Facebook. Maar het is vrijwillige samen initiatief. Het klinkt toch een beetje, ja, moet de gemeente niet gewoon eens organiseren? En zeggen van hier kunnen mensen zich aanmelden, wordt professioneel door mensen die betaald worden georganiseerd. Want je hoort veel mensen. Vraag is helder. Ja, kan er niet coördinatie vanuit de gemeente opkomen? Ik vraag dat even aan wethouder Jongerius. Wij zijn het aan het organiseren om het gezamenlijk te doen. Net als dat jullie allemaal actief willen zijn, zitten ook in mijn organisatie mensen die heel actief willen zijn. En ik ben vandaag dus ook in gesprek met mensen die coördinatie doen op het vrijwilligersbeleid bij de gemeente. En wij nemen allemaal gezamenlijk contact op en wij komen op neer uit. Ik heb tegen de twee dames gezegd, we gaan snel vragen, want we moeten dat gewoon afrennen. En dat daar extra ondersteuning bij nodig is, omdat er ook professioneel ondersteuning bij nodig is, dan zullen we daar ook over spreken. Wij zien nu dat er heel veel mensen actief zijn en nou, dat vind ik heel erg goed en dat bewonder ik heel erg. En die energie wil ik ook heel graag meenemen. Oké, ik wil toch even kijken, want het gaat nu over heel veel aanbod, wat natuurlijk super is. Ik wil ook kijken of er nog direct omwonenden zijn die vragen hebben over hoe het praktisch aan toe gaat of zorgen hebben of... ja, die meneer is ook al geweest, dus ik wil even nog iemand anders het woord geven. Praktisch voor alle hulp die iedereen aanbiedt. Zijn de mensen die boos zitten, vluchtelingen, spreken ze Engels, Frans of alleen Arabisch? Lijkt me wel handig. Ik heb gisteren een aantal mensen gesproken die docent Engels zijn. Twee. Kunnen dus en Arabisch en Engels. Maar zij weten ongetwijfeld meer. Maar er zijn mensen die Engels spreken. Kom je wat minder tegen bij de mensen uit Eritrea. We hebben gelukkig ook wat mensen uit Eritrea zelf in dienst, Tigrinya. Maar dat is wat ingewikkelder. Daar kom ik minder tegen dat ze Engels spreken. Wel weer bij Afghanen, Irakezen. Is dat veel gebruikelijker. Bedankt. Helder? Meneer is afgeleid. Ik ga even naar deze meneer toe. U woont in de buurt hier? In de buurt, ik begrijp het, en ik vroeg me gewoon af of mensen vrij zijn om zich te bewegen hier. Als ze hier zitten, mogen ze gewoon de deur uit of moeten ze hier binnen blijven, moeten ze een avondklok of wat dan ook. Helder. Er werd al iets gezegd over dagbesteden, maar kunnen mensen ook gewoon naar buiten lopen? Gelukkig wel, want anders staat ze inderdaad 24 uur met elkaar in die hal en dat zou voor niemand gezond zijn. Nee, ik zag vanmiddag ook inderdaad al de eerste bewoners... met de lift naar beneden, zit op de 7e verdieping om naar buiten om de stad te verkennen. Ja. Zijn er dan wel tijden waarvoor mensen binnen moeten zijn of iets dergelijks? Of is iedereen vrij om te gaan en staan wanneer die dat wil? Dat zijn mensen inderdaad. Maar goed, je hebt wel het risico dat je de maaltijd misloopt. Dat is echt dat wat de structuur ook in de dag brengt. Ontbijt, de lunch en het ja. Maar verder zijn mensen inderdaad vrij om te gaan en staan waar ze willen. Bedankt. Andere praktische vragen of zorgen over de omgeving? Of... Ja, ik heb Elma. Ik heb een vraagje. Waarom zijn het alleen mannen die zijn gekomen? Ja.
houden. Ik denk dat die vraag nog meer mensen weet. Kort vraag daarnaast, we zijn kinderen, die zijn net dat er twee kinderen waren. Waarom zijn ze weggehaald van de vader of de moeder? Want dat is dus de reden waarom zij gevlucht zijn om samen te zijn. Ja, eigenlijk twee vragen. Waarom zijn er alleen mannen en waarom zijn er kinderen die waren weggehaald, al dan niet bij een van hun ouders? De kinderen waren niet hier met hun ouders, die waren hier met hun broer, die net meerderjarig was. Ik kies er niet voor, dat willen wij gewoon niet, kinderen tussen een groep van mannen. Sowieso als je één ruimte hebt, is het wat ingewikkeld om een mix te maken. Ook om alleenstaande vrouwen tussen alleenstaande mannen. Dat wil je liever niet in één ruimte, want dat is het. We gaan wel bandjes plaatsen, maar het blijft één grote ruimte. Daarnaast is het gewoon zo dat de grote groep die naar Nederland komt, inderdaad man is en alleen komt. Ja. Er komen niet alleen mannen, er komen absoluut ook vrouwen en gezinnen. Die brengen alleen niet hieronder. De grote groep is inderdaad mannen en dan blijven de vrouwen bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp nog achter. Die proberen dan later via gezinsregelingen naartoe te komen. Dat het toch heel, als heel onveilig wordt gezien, de reis. Oké. De Stichting Bosbloes. Namelijk op kinderen. Krijgen deze kinderen ook psychische hulpverlening? Want het is best wel zwaar wat ze meemaken. Ja. En ze lopen natuurlijk achterstand. Ja. Wat gebeurt er iets met opvoeding? Ik stel voor dat we die vraag, dat gaat specifiek over kinderen die opgevangen worden, wat daarvoor gedaan wordt, dat u die naar afloop stelt. En ik wil het graag hebben over deze locatie en wat, hier, wat mensen hier nog willen weten. Mijn naam is Kirsten Lukke en ik ben bewoonster. En daar was gevraagd wat bij ons leeft. En ik voel dat naast mijn open hart en echt een groot welkom voor zoveel mogelijk vluchtelingen, bij mij echt angsten spelen rond deze hele grote groep mannen die uit deze situaties komen. En als ik nu hoor dat hier alleen maar dat de mannen gescheiden worden, ik snap dat dat gebeurt. En aan de andere kant is dat juist wat me verontrust, omdat ik denk, als we willen dat de problemen daaromheen, wat betreft de toename aan verkrachtingen in gebieden waar veel vluchtelingen gehuisvest zijn, als we willen dat het niet toeneemt, denk ik, is het eerste wat we moeten doen, zorgen dat ze zoveel mogelijk samen zijn met vrouwen en kinderen. Dus ik merk dat daar voor mij een zorg is. Dank voor het delen van uw zorg. Ik zie dat jij dat wil reageren. Ik denk dat het een misverstand is, want wij scheiden de mannen en vrouwen niet. Deze mannen komen alleen. Ja. Ja. Ja, u heeft uw zorgpunt. Ja. Ik wil nog één keer over verkrachtingen. Ik ben locatiemanager van asielzoekerscentrum in even over die grote groep mannen en de risico's die dat met zich meebrengt. Ik ben locatiemanager van asielzoekerscentrum in Zeist. En dat is een verbouwde gevangenis. Daar heb je kleine kamertjes, twee bedden op een kamertje. Heel veel weerstand toen dat ze kwam. Dat was ook de eerste verbouwde gevangenis. We hebben daar heel veel mannen zitten. En inmiddels is dat asielzoekerscentrum al open van maart vorig jaar. Ik heb daar geen klachten over. Ik heb daar echt geen klachten over. Ik ga even naar deze mevrouw die ik al veel te lang had laten wachten. Ja. Ik ben Sandra G en ik ben vanuit het initiatief van Professionals in Actie. En we werken wel vanuit wat is echt de behoefte die bij mensen er zit. En ook om een beetje aan te sluiten op een paar dingen die ik hoor. Wij willen dus ook juist ondersteunen dienen vanuit Arabische taal en cultuur. En we hopen wel dat het ter harte wordt genomen door het COA. Omdat juist denk ik dat er zoveel mensen zitten en wat hier gezegd wordt, dat je juist in contact met mensen moet blijven. We hebben net buiten met mensen gesproken, gewoon die buiten zich geen zet te roken. En om te vragen van hoe is het? Ze zeggen allemaal van nou, we zijn heel goed opgevangen, eten, kleding, allemaal heel fijn. Dus dat is hartstikke mooi. Maar ze riepen wel van nou, wat gewoon echt ontbreekt is gewoon, we begrijpen weinig, hebben het gevoel dat wij niet begrepen worden. En ze weten gewoon niet wat hun te wachten staat. En dat willen ze heel graag weten. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is
voor hun, ja, dat ze weten wat er, dat iemand het voor hun kan tolken of vertalen, wat hun te wachten staat. En ook om gewoon contact te hebben dat wij ook weten van buiten, wat speelt daar, wat voor mensen zitten daar. Dus ik zou daar toch de nadruk op willen leggen dat dat een belangrijke rol moet spelen in de komende dagen, al dan niet weken pas. Helder signaal, hou vooral ook de communicatielijnen in wat voor taal dan ook open. Hè? Dat is waar je voor pleit. Zijn er mensen die op aan willen sluiten? Ik wil proberen toch een beetje ook te kijken. Nee, allemaal andere vragen? Hoe is de samenwerking met organisaties zoals een tussenvoorziening of een leger des heils die heel veel weten over de dakloze problematiek, de Duitse problematiek in Utrecht? Want misschien dat de mensen die hier zitten heel welwillend zijn, maar er zijn ook een heleboel mensen die ik ken, ik werk als professional op dat gebied, die daar misbruik van maken, die met drugsverhalen komen, die geld gaan belenen. Die heb je een heleboel. Worden wijkagenten die betrokken zijn bij die organisaties ingezet, of worden professionals vanuit die organisaties ingezet? Want die weten altijd haarfijn wie de langs gaat komen en wie er niet langs gaat komen. Die weten nu al, de vrienden van me, van welke drugsdealers hier morgen op de stoep staan. Zijn er mensen die hier aansluitende, aansluitende opmerkingen over hebben? Deze meneer? Ik blijf toch het gevoel hebben dat de gevaren of de risico's die er zijn, dat die heel erg onderbelicht blijven. En dat we daar toch niet op in durven of willen gaan. Vanuit de gemeente zou ik toch van mevrouw Ligerius willen horen. Want als er straks echt situaties ontstaan zoals die in Duitsland zijn ontstaan, dan heb ik het over gevechten op opvanglocaties, toename van geweld op straat en dergelijke. Hoe gaat de gemeente daar straks mee om? En wie is er straks verantwoordelijk als het daadwerkelijk gebeurt? Ik zie nog een meneer die daar ook op wil aanhaken. Ja, goeiedag, ik ben Timo Waterkamp. Ik had een beetje dezelfde, nou ja, vraagstelling als de meneer voor mij. De politie zei aan het begin van de avond dat er niet proactief wordt gehandeld op deze situatie. Terwijl er toch al zoveel feiten zijn die eigenlijk vrij verontrustend zijn. We hebben een crisissituatie, mensen hebben kleding nodig. Nou ja, de identiteit is niet bekend van die mensen. Ze kunnen naar buiten. Hoe wordt daarmee omgegaan? Vindt u het niet van belang dat er ook een signaal naar die mensen moet komen? Ook al bent u er alleen voor hun, dat zij hun verhaal kwijt kunnen. Dat zij zien dat daar proactief naar gehandeld wordt. Nog een tweede punt. Laat die mensen ook meedenken. Er komen docenten, er komen ingenieurs, er komen artsen. Die kunnen natuurlijk ook een hoop doen. Ik hoor een hoop signalen van, ja, en ik wil wat doen, maar dat gaat om de Nederlanders die hier nu wonen en werken. Laat ook die mensen meedenken. Helder. Een zorg en ook van zorg. Zorg dat binnen zo'n groep mensen dat die elkaar ook verder helpen. Sluit jouw vraag op aan, en zo terug. Ik vroeg me af, omdat ik net hoorde van ja, iedereen kan in en uit lopen. Hier, nou, ik vind het heel goed dat die mensen natuurlijk ook naar buiten kunnen, moeten we ook echt zo houden. Maar kan iedereen hier dan ook naar binnen lopen? Kan Pegida Nederland na een demonstratie ook hier de lift naar de 7e verdieping pakken en naar binnen komen? Want dat lijkt me niet echt de bedoeling. Dat lijkt me ook een goede vraag die ik nog niet gehoord heb. Ik wil deze, wie kan ik het beste het woord over geven? Wat ik gisteren gezien heb, is dat de mensen allemaal bandjes om hebben. En ik kon bij sommigen niet vragen, wat betekenen die bandjes? Die weet jij ongetwijfeld. Dus de mensen die in de lift meegaan, de beveiliging van, die van de jaarbeurs in de lift staat, die ziet of mensen bandjes hebben. En die weten ook, deze mogen wel naar boven en deze gaan niet naar boven. Dus op die manier zijn mensen wel in beeld en weten we heel duidelijk aan wie wel toestemming is gegeven om hier te zijn en wie niet. Verder is het zo, deze mensen hebben alle belang erbij om het zo goed mogelijk te doen hier in Nederland. Verknallen ze het, dan kunnen ze onmiddellijk terug. Dan komen ze hier niet blijven, dan zijn ze crimineel. Dat zijn ze niet. Dat zijn ze niet en dat willen ze niet. Dus we hebben dat ook niet ervaren. En dit zijn mensen helemaal vooraan in het proces van het COA, van de hele asielketen. Deze mensen, nou, dit,
deze mensen die zijn net binnen, hè, die zijn een paar dagen in Nederland. Daar hebben we dan niet die weer naar kunnen kijken van de heer begrippen kunnen voeren wat de verschillen die zijn. Die hebben nog niet een verhaal kunnen maken. Deze mensen sluiten achteraan, maar er is op dit moment gewoon er geen genoeg doorstroming in de asielzoekerscentrum aan een vaste woning voor de mensen die daar een status houden zijn. Daar zijn we ook mee aan het werk, maar er zijn dus ook te weinig plekken omdat er te veel mensen binnenkomen. Meneer geeft aan dat in Duitsland, dat hij daar ziet gebeuren, dat zegt het zelf maar even. We zien heel duidelijk dat dezelfde groep mensen, we hebben het grotendeels over mensen die uit het Syrische gebied komen, ook in Duitsland terechtkomen en ook in de eerste fase zitten waar wat ze benoemd, die toch voor problemen zorgen. Ja. Nederlanders ook. Ik wil heel duidelijk hier onderstrepen dat ik helemaal niet denk dat de problemen dat die hier veroorzaakt zouden worden door de mensen die hier zitten. Dat kan ik ook niet zien in hoe dat in Duitsland op dit moment is. Wat ik wel weet is dat er in Duitsland een groep bezig is die mensen die op de vlucht zijn, mensen die asielzoekers zijn, zwak maken en aan het bezig zijn om daar tegen te strijden. Dus u. Oké, ik wil. U geeft aan dat de mensen die hier zitten, die hebben een bandje, die hebben er geen belang bij om zich te misdragen. Sterker nog, dat is andersom. Nog een aanvulling vanuit Koa daarop? Nee? Goed verwoord. Vanuit de politie wellicht. Ik ga nog even vragen om de politie om te reageren. Ja, die heeft zijn betrekking op diverse vraagstukken. Vraagstukken. Van de meneer daar. En we hebben en houden natuurlijk hele integrale veiligheidsvraagstukken. Dus ik heb al eerder aangegeven ook dat we ook de wijkagenten een drukke positie brengen over de lokale aangelegenheid. En dan raak ik ook even die andere, want we hebben natuurlijk ook op landelijk niveau hebben ook de NCTV die dus nadrukkelijk monitort en die dus binnen het land gewoon nadrukkelijk informatie verschaft. Die wordt ons veredeld en vervolgens kunnen we daarop acteren. Dus daar ben je zo bang voor, uiteindelijk. Dus uiteindelijk komt het binnen die hele keten samenwerking. Die we dan hebben, komt het prima terecht. Daar ben ik nog even. Deze meneer geeft aan van dat we weten niet wie er boven zit en dat is uw zorg. Ja, ik. U heeft duidelijk gemaakt. Nee, wacht. Oké, ik wil even hier. U heeft duidelijk de zorg aangegeven. Ik denk dat er meer antwoorden dan er nu gegeven worden eigenlijk niet gegeven kunnen worden. Nou, directe vraag aan de wethouder. Die vraag herhaald of... Ik kan natuurlijk... Moet de vraag even herhaald worden? Heel kort. De vraag was als er iets misgaat, vertrekt de wethouder dan? Is die zo? Trek zwaar conclusies. Ik ga niet vooruitlopen op zaken die ik niet kan voorzien. Ik kan wel voorzien dat er heel veel mensen in de Utrecht zeggen, wij zetten onze schouders eronder om deze mensen te ondersteunen. En dat geldt ook in die... Ik ben echt niet vreemd voordat ik ook weet dat er mensen zijn die misschien kwaaie zin hebben. Dat geldt voor Nederlanders, dat geldt voor autochtonen, dat geldt voor allochtonen, dat geldt voor mensen die nu hierboven zitten misschien. Dat weet ik niet. Maar mijn beeld is wat je uitstraalt en hoe je het ontvangt, en dat krijg je ook terug. En ik hoop dus echt dat wij dat als Utrecht ook allemaal blijven uitstralen. Ik stel voor, want ik denk dat er geen andere... Dat u niet gerustgesteld gaat worden nu, maar u kunt zometeen nog wel even na afloop met de politie of met de mevrouw van de COA of de wethouder in gesprek als u dat wilt. Ja? Oké, daar zijn nog andere vragen. Ik ben Jap, ik ga al een poosje elke vluchtelingenkamp in Nederland af, maar waar ik me momenteel zorgen over maak, is dat het een beetje voelt als leuren met mensen. Ik hoorde mevrouw van de COA zeggen van, ja, ze gaan nog terug, er is een rij, we kunnen het niet aan, er komen er nog duizenden aan. Ik volg nu zo, volgens mij komen er nog 10.000 aan.
Want wat gaat er nou gebeuren op het moment dat Ter Apel en misschien Gilsrij vol blijft en te druk blijft? Waar blijven deze mensen dan? En als we het dan hebben over menswaardige behandeling, hoe zouden die mensen het vinden om constant maar van hop naar her gesleept te worden, in bussen gepropt te worden, hun plekken achter te moeten laten? En eigenlijk zou ik het andersom willen zien. Hoe kan het dat die mensen niet hier gewoon geregistreerd en onderzocht kunnen worden en dergelijke, zodat ze rust in hun leven krijgen? We waren vanmiddag hier aan de balie om hulp aan te bieden. Toen kregen we mooi te horen, jullie komen er niet in, want die mensen hebben rust nodig. Maar ik zie er eigenlijk niet terug in de planmatige aanpak. Heen en weer, door heel Nederland, je ziet het overal. En ik maak me daar eigenlijk meer zorgen over als de mensen die boven zitten. Ik kan me voorstellen dat mensen daar crimineel en boos van worden. Ja, dank u wel voor uw reactie. Ik denk dat die ook wel gaat over landelijk beleid. Dus het is een, we willen vanavond ook vooral hebben over deze locatie. Dus maar ik wil even kort misschien mevrouw Van Kool in de gelegenheid stellen om te reageren. Maar het is eigenlijk niet een onderwerp, in ieder geval wel voor zometeen, als we nog informeel door kunnen praten. Je moet het over 6 weken kwijt. Zo is inderdaad de ketensamenwerking. Er zijn natuurlijk een heel aantal organisaties zijn hierbij betrokken. Is op dit moment niet ingericht. Ik kan wel zeggen dat er naar gekeken wordt op dit moment om het anders te gaan doen. Maar daar wordt wel naar gekeken. En nu is het wel zo, kijk, het eerste stukje dan is dat beweging. Als mensen op een gegeven moment naar een asielzoekerscentrum gaan, dan proberen wij daar echt, en zeker als het om gezinnen met kinderen gaat, dat is ook landelijk beleid, de rust erin te houden. En kinderen gewoon op die locatie te laten, totdat ze, als ze een verblijfsvergunning hebben, naar hun huis kunnen. Dank voor de informatie. Ten eerste, hoe zijn de vluchtelingen er psychisch aan toe? Zijn ze naast dat ze moe zijn ook heel erg overstuurd, tekenen van traumatisering, dat soort dingen? En ten tweede, zijn er ook Belgen bij dit proces betrokken om verdere traumatisering te voorkomen en ook eventuele excessen waar meneer het over had te voorkomen? Oké, dank u wel. Dus een aanvullende punt daarop? Ja. Ik ben ambulance hulpverlener en ik krijg een aanmelding binnen en met een telefoonnummer en een naam en een adres. En dan ga ik naar die nieuwe aanmelding toe. Geen idee wie ik dan inderdaad voor mijn neus heb en wat er dan te wachten staat. Ik vind dat soort wel vergelijkbaar met inderdaad vluchtelingen die hier zijn. Geen idee hoe het met ze gaat, wat er bij ze leeft. Zijn ze boos, verdrietig, gefrustreerd? Dus wij kunnen nu van alles invullen en bedenken en bang maken, boos maken, zorgen maken, inzetten. Maar laten we ook hun praten, dat we weten wat speelt zich af en waar zijn ook hun zorgen. Dus van de andere kant. Dus wat gebeurde er gisteren? Gisteren moesten de bellen uitgedeeld worden. En dan was er één meneer en die sprak geen Engels, een andere wel, maar deze meneer niet. Maar die kreeg dan iedereen een rijtje in groepjes van 10. Team gingen ze de zaal in om vervolgens de matras af te halen en dat ging heel erg georganiseerd. Daar hadden ze geen vrijwilliger van buiten af nodig, dat deden ze gewoon zelf. En ik wil heel erg stimuleren dat dat ook blijft gebeuren. En dus ook heel erg aanspraak op de mensen maken die wel Engels spreken. En daar waar jullie tekort komen, ook kijken van hoe kunnen we dat nog organiseren. U zegt in feite, onderschat niet de mensen die hier zitten, want ze kunnen zelf ook een hoop voor elkaar krijgen. De mensen zijn net binnen, dus dat is heel ingewikkeld. Ik vind ze tot nu toe, een deel van de groep is erg timide en dat is ook niet zo vreemd. Want vanmiddag lagen een aantal mensen ook echt weer op bed. Ze zijn gewoon ontzettend moe. Maar het contact begint nu te komen. Wij lopen daar vandaag met 10 medewerkers rond. Er zijn ook nog mensen van de jaarbeurs aanwezig, worden praatjes gemaakt. Het is even wennen aan de nieuwe situatie, natuurlijk over en weer. Maar omdat we heel erg actief met elkaar bezig zijn. Microfoon. Maar komt dat contact ook snel genoeg? Overigens, ik zal uw advies absoluut ter harte nemen. En ik heb medewerkers van het COA achter in de zaal staan. Ik vind het heel prettig als u dadelijk uw naam en telefoonnummer of e-mailadres door zou willen geven. Ik ben wel geraakt door inderdaad het verhaal en inderdaad daar heel snel ook op inzetten. Dus u geeft aan dat u gebruik gaat maken van het aanbod van tolken of in de mensen die van dezelfde cultuur komen hier een rol te laten spelen. Ja, in het bijzonder de Arabische taal, want we hebben inderdaad een hele grote groep Arabisch sprekenden. Dat we
gewoon in overleg met elkaar kijken, wat is handig hierin. En nog één vraag, wat die mevrouw ook aangaf. Als er dan mensen zeggen van, ik heb het psychisch heel moeilijk, wat gebeurt er dan? Hoe wordt daarop gereageerd? Daar wordt heel snel in geschakeld door de eerste lijn, maar ook in de tweede lijn gezondheid. Vanuit deze situatie is dat nog wat lastiger. Op het moment dat mensen echt in de procedure zitten, wordt dat wat makkelijker. Maar de huisarts heeft al rondgelopen, dus heel direct contact. En die weet ook door te schakelen indien nodig. Dus u bent daar let op en u reageert erop. Mevrouw van Vluchtelingenwerk, wil ook even reageren? Mijn naam is Annelies Jansen van Vluchtelingenwerk. Ik wou graag nog even toevoegen ook dat wij ook met het COA in gesprek zullen gaan. Om te kijken, vooral als het wat langer zal duren, om ook de vraag van mensen op te gaan beantwoorden als het gaat om procedures. En daar hebben wij ook goed opgeleide vrijwilligers voor om dat te doen. En ook als ze de procedure ingaan, komt er ook een uitgebreide medische check. En wordt er ook echt goed in de voorlichting al, voor de voorlichting al gekeken of er medische problemen zijn, bijvoorbeeld al om als in de procedure in te gaan. Dus het duurt nu iets langer, maar die is er wel degelijk ook, die medische check. En ook het aanbod om gebruik te maken van het aanbod wat er ligt.